Amsterdam kent na 4 jaar eindelijk weer een nachtburgemeester. Freek. Hij staat hier naast mij en wij gaan vanavond een rondje lopen door de stad. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Beetje bijgekomen. Eindelijk, maar echt heel veel tijd om bij te komen geven ze je niet. We staan hier op een bijna leeg Amsterdam Centraal, want jij hebt sterke ideeën over het nachtopenbaar vervoer. Dat klopt, ja. Er was beloofd dat we zouden experimenteren met een nachtmetro. Nou, die experimenten zijn natuurlijk al lang van de baan gegaan. De nachtbus is natuurlijk ook verdwenen. En je zit nu gewoon in een situatie dat voor 90% van de Amsterdammers de nacht niet meer toegankelijk is. En ik denk natuurlijk dat voor een hele hoop Amsterdammers, of het nou is dat die 's nachts werken, vroeg in de ochtend werken of gewoon uit willen, zou goede infrastructuur 's nachts zou vanzelfsprekend moeten zijn. Nou, waar gaat ons rondje uit bestaan? Ik denk dat het leuk is als we even lekker een beetje door het centrum wandelen. We kunnen de Spuistraat in, daar kom ik zelf natuurlijk graag tussen alle punkers en krakers. Freek heeft grootse plannen. Naast het aanpakken van het nachtvervoer hebben we het over de vraag waar en of jongeren onder de 23 nog uit kunnen gaan. Nu veel clips hun leeftijdsgrens hebben verhoogd. Het is nieuwe nachtburgemeester. Ja? Ja? Oh, ja. Het is toch allemaal een beetje gewoon leren hoe het werkt. En ik geloof uiteindelijk dan dat je dat beter kan doen als mensen jong zijn. Neem ze lekker mee, laat ze zien hoe het wel moet. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een club zelf. Ik wil ook niet met een vingertje gaan wijzen en zeggen dat moet je niet doen. Want het is een wel logische reden waarom ze tot dat punt gekomen zijn. Ja, maar misschien als jij het niet doet, de nachtburgemeester, wie doet het dan wel? Oh, het is mijn taak om met een vingertje te wijzen. Ja, misschien wel. Want nu denk ik wel, ik hoor veel jongeren om me heen die zelf 18, 19, 20 zijn. Die kunnen gewoon nergens heen. En het gevolg daarvan is dat ze bij iemand thuis gaan drinken. Ja, en dat is natuurlijk, dan verlies je weer heel erg het zicht over wat er gebeurt. En ik blijf er ook bij. In zo'n club, al is het, al sla je daar een fles Jack Daniels achterover. Iemand tik je even op de schouder en zegt, doe dit nou niet. Ja, Freek, er is nu €10.000 vrijgekomen, eindelijk, voor de nachtburgemeester. Ja, voor het eerst, tot het einde van het jaar. Laten we die maar even gaan verpatsen dan, toch? Ja, shortje. Let's go. Cheers. 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 Ja, we maakten er net een beetje een grap over €10.000, maar die is voor jou ter beschikking gesteld. Wat ga je daarmee doen? Eigenlijk is die alleen maar ter beschikking gesteld als salaris voor de nachtburgemeester. Daarnaast moet de nachtburgemeester continu bezig zijn met het werven van fondsen. Maar er is gewoon gebleken in het verleden dat het een dusdanig zware taak is. Dat als het onbetaald is, de nachtburgemeester op een gegeven moment gewoon in problemen komt. Ook de komst van een mogelijk erotisch centrum in Raaijevin-Noord is iets wat Freek aan het hart gaat. Kijk, uiteindelijk, sekswerk moet de 21ste eeuw in op een hele andere manier. En ik denk dat als je dat bij de sekswerkers zelf vraagt, komen ze met een heel andere wenslijst aan dan de gemeente. Uiteindelijk gaat het om het weghalen van het stigma en gewoon het creëren van een veilige werksfeer. Maar als je de expertise van de sekswerkers moet geloven, en ik vind dat we dat moeten doen, dan lijken ze heel eensgezind over het feit dat het ze wegstoppen in een sekscentrum wat niet vanaf de straat zichtbaar is. Gewoon dat tart aan hun inkomstenbron. Je had het er net al over, sekswerkers, dat moet toe naar de 21ste eeuw. Vind je juist niet dat als dat blijft in het centrum op deze manier, achter de ramen, dat mensonterend is? Ik denk vooral dat het uiteindelijk aan de sekswerkers zelf is om te bepalen of dat mensonterend is of niet. Zou ik zelf daar achter zo'n raam me comfortabel voelen? Nee. Maar aan de andere kant vind ik niet dat wij, en dat gebeurt natuurlijk vaak, een beetje heel erg denigrerend vanuit het stadsbestuur soms wordt gedaan. Of überhaupt vanuit de samenleving, alsof het allemaal slachtoffers zijn. Uiteindelijk zijn de meeste van de sekswerkers maken die keuze gewoon zelf om dat te doen met hun leven. En de meeste, dus ook een paar niet? Ja, maar dat moet aangepakt worden. Wat is jouw rol hierin? In deze hele situatie? Wat moet jij hierin betekenen? Ik denk, de nachtburgemeester wordt vaak uitgenodigd voor gesprekken. Ik denk dat op dit punt het belangrijkste wat ik kan doen is gewoon duidelijk maken dat als ik ergens ga praten, ik wil er ook de sekswerkers of hun vertegenwoordigers aanwezig zijn. Laten we even normaal doen met z'n allen. De sekswerkers zitten hier al eerder dan ongeveer iedere andere sector in de stad. De zeeluis hebben we niet meer, maar het sekswerk op de Wallen is de voedingsbodem geweest voor de rest van Amsterdam. En daarom misschien achterhaald. Achterhaald of geschiedenis. Nou, dat was het rondje alweer. Ja, gezellig. Honger? Altijd. Idealiter was er natuurlijk iets meer opties wat er 's nachts te eten halen is in Amsterdam. Op dat punt staan we toch altijd een beetje achter op andere steden. Nu moeten we doen met de snackbar. Altijd lekker. Zullen we doen? En in de reguliers. Gewoon. Nou, ik denk dat we kunnen concluderen dat de nachtburgemeester geen grip heeft. Hopelijk heeft hij meer wat grip op het beleid.